Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het eigenlijk heel belangrijk dat je goed begrijpt wat het massacentrum betekent. Wat is een massacentrum? Dat is het punt dat voor de toepassing van de postulaten van Newton de volledige massa gedacht kan worden in dat ene punt. Dus laten we naar een voorbeeldje gaan kijken. Laten we naar een staaf gaan kijken. Een staaf die bestaat eigenlijk uit een homogene, continue massaverdeling. We kunnen die gaan opsplitsen in allemaal hele kleine stukjes. En elk stukje kan dan gezien worden als een puntmassa met een bepaalde massa. Bijvoorbeeld dit stukje heeft dan een massa M1 en ondervindt een zwaartekracht M1. Als we nu dit stukje zwaartekracht niet willen gaan tekenen in het punt waar hij werkelijk aangrijpt, maar in het massacentrum, dan verplaatsen we die kracht niet volgens zijn werklijn, maar volgens een richting niet evenwijdig met de werklijn. Dat betekent dat we een extra moment gaan moeten gaan invoeren. En hoe gaat dat moment liggen? Dat is het moment van die zwaartekracht ten opzichte van dat punt. Dus het moment van die zwaartekracht ten opzichte van dat punt, rechterhandregel, is een moment naar boven gericht. Dus die kracht is equivalent met die kracht en dit moment. Als we nu een ander punt gaan bekijken, bijvoorbeeld dit punt, dan heeft een massa M2, een zwaartekracht M2. Als we die kracht willen gaan verschuiven naar het midden, naar het centrum, dan moeten we daar ook een moment in voeren. Maar het moment staat nu in de andere richting. Dit roteert, draait rond dit punt in de andere richting. Dus het moment dat we moeten invoeren is nu een moment in het blad. En dit moeten we eigenlijk gaan doen voor elk van die kleine stukjes. En wat krijgen we uiteindelijk? Uiteindelijk krijgen we dat heel die staaf equivalent is met een puntmassa in het massacentrum met de massa van de totale staaf. En een zwaartekracht, de som van al die zwaartekrachtjes. En een moment, de som van al die momenten, maar in het zwaartepunt, dat is een punt die zo gekozen is, dat al die momenten die we moeten invoeren om die krachten te gaan verschuiven, dat dat moment nul is. Wat is de positie van dat zwaartepunt? De positie van het zwaartepunt is de som van de massa's, van al die verschillende stukjes, de positievectoren tot aan die stukjes, gedeeld door de totale massa. Goed, laten we ons eens gaan kijken naar twee puntmassa's, elk met een halve massa. Dus als je hier een half m zet en hier ook een half m, en we moeten hier het massacentrum gaan berekenen van set van die twee puntmassa's. We gebruiken die formule. Wat krijgen we? Een half keer m R1 plus een half keer m R2 gedeeld door de totale massa. Een half keer R1 plus een half keer R2. Als we dat willen berekenen, we kunnen onze oorsprong leggen waar we willen. Bijvoorbeeld hier, dan wordt die R1 de nulvector, die R2 wordt dan deze vector en daar de helft van komen ook hier mooi in het midden uit. Dus dat betekent dat deze twee puntmassa's van elk een halve m equivalent zijn met één centraal gelegen massa m. Dus dat betekent dat de staaf equivalent is met een centraal gelegen massa m en die centraal gelegen massa m equivalent is met twee puntmassa's links en rechts op eenzelfde afstand van dat centrum. En dat is wat we nu gaan gebruiken om die auto te gaan modelleren. Dus als we gaan kijken naar die auto, laat ons een vooraanzicht tekenen. Dus de twee voorwielen. Dat is de auto. Die kunnen we gaan modelleren door de massa daarvan kunnen we gaan modelleren door een puntmassa ofwel in het centrum. Maar dat is niet wat we hier gaan doen. We gaan hier gaan modelleren met de helft van de massa links en de helft van de massa rechts.
Waarom? Die auto is zo helemaal symmetrisch. En dat maakt eigenlijk dat we nu alle krachten ofwel hier in het vlak van de rechterwielen, ofwel hier in het vlak van de linkerwielen hebben. En dat we kunnen eigenlijk gewoon gaan kijken in dit vlak wat er gebeurt. Dus dan kunnen we de auto gaan modelleren in het linkervlak of in het rechtervlak. En als we dat gaan modelleren in een van die vlakken, dan komt er hier, zal het gewicht van die halve auto gemodelleerd worden door een puntmassa met de helft van de massa van de totale auto.